Sophie. Volgens mij is die het appartement aan het ruimen. Nou, kijk zelf maar. Kleier, jassen, schoon, dekbedden. Om een beetje te helpen. Het bedrijfspand van Natasia Boom puilt uit. Hulpgoederen van warme kleding tot medicijnen. Alles gaat op konvooi. Dekens heel veel, luiers, eten, water, schoenen. Eigenlijk alles. Sophie, volgens mij is het niet appartement aan het ruimen. We hebben auto's, bussen, touringcar, kleine vrachtwagens. De meeste zijn al volgeladen met spullen. Wat nog leeg is, doen we hier alle spullen inladen. Ja. Ze heeft geen familie of kennissen in Oekraïne. Natasia start de hulpactie omdat het moet, zegt ze. In haar pand heeft ze ook kamers ingericht om de eerste vluchtelingen op te vangen, die met het lege transport mee terugrijden. Dit is een ruimte waar ook twee bedden geplaatst kunnen worden. Hiernaast is een ruimte, daar staat al één bed, maar er kunnen dus nog één à twee bedden bij. Wat eigenlijk heel kleinschalig bedoeld is, is eigenlijk nog heel groots geworden. Dus, ja. Wat ga je aantreffen, denk je? Ja, geen idee. Natuurlijk heel veel ellende. Mensen staan al dagenlang in de kou bij de grenzen. Veel vrouwen, kinderen zullen zeer zeker getraumatiseerd zijn. Dus vooral veel mensen die geestelijk en lichamelijk gewoon aan hun einde zijn. Ja. Als dat anders met melk is gedaan. Het konvooi wil naar het grensgebied van Oekraïne rijden. Maar waar precies? Polen, Slowakije, Hongarije? Het is nog niet duidelijk. Routes zijn nog onzeker op dit moment. Maar ze gaan. Dat staat vast. Ja, ik vind dat moet je gewoon doen. Hè? Als mensen in nood zijn, dan help je elkaar. Zeker in oorlogsgebieden. Dit is dramatisch. En ja, goed. Stel je voor, je woont zelf daar. En, ja, ik vind het eigenlijk geen vraag. Het is iets wat je doet. Ja. Succes, hè? Ja. Hartstikke bedankt. Geen probleem. Hoi. Ja, die kunnen jullie.